What's good, Kjell fam? Mijn naam is Kjelfjen. Oké. Okay. Beter bekend als Kjelfjen. En we zijn er weer aanwezig bij het leven van mij. What an honor! What a surprise! What an honor, man! Wat vet dat jullie er vandaag weer zijn. Ik heb speciaal mijn zwembroek aangedaan. Omdat het nog steeds tandhoe heet is in ons land. Oh my god, Kjelfam. Jullie beleven een tijd. We zitten in een tijd waarin er allemaal dingen gebeuren. En het is legendarisch. Het is echt legendarisch. Ik kan het allemaal niet echt meer bevatten. Ik bedoel, vorige maand zaten we nog in gekkenwerk. Zo, wat gaan jullie doen? What the fuck? Ik kom random. Call een random mensen. I'm taking this tree to the top of the mountain. That's the plan. You are crazy, very far, hè? Ja, ja, ja. Vorige week kwam mijn eerste boek uit van niks naar kliks. Mocht je hem nog niet hebben, kom even op kalfijn.nl. Vandaag besteld, morgen in huis. Hey, what's good? Pra, pra, pra. Ook vorige week kwam mijn meest epische video die ik tot nu toe ooit gemaakt heb online. Waarin ik helemaal terugging naar het begin en shit. My god. My god. Als deze hut niet lukt in de showbiz. Er hoeft er niemand meer aan te beginnen. En afgelopen zaterdag kwam aflevering 1 van de dikste dealer. Rustig aan. Rustig, maat. Aflevering 1 van de dikste dealer kwam online. Mijn nieuwe serie. Wat is er aan wat gebeurd? Wat is 2018 is een rollercoaster, papi. What's good, motherfuckers? Ik ben hier met Marije Zuurveld. Nee, vorige week is er een hele speciale video online gekomen waarin je eigenlijk in 3 minuten achterkomt wie ik ben, wat ik doe en hoe ik van niks naar kliks ben gegaan. Kalfijn.nl, dankjewel. Hey! En toch ga ik je nog even vragen om onderdeel te worden van de leukste, meest legendarische, grappigste en positieve familie van Nederland, de Kjelfam. What's good, Kjelfam? Abonneer je even op mijn kanaal, volg me op Instagram, dan ben je officieel onderdeel van de Kjelfam, waarin we elkaar vinden en elkaar zien en elkaar voelen en je weet hoe het gaat. Wat ik wou zeggen is dat het eens in de zoveel tijd weer tijd is voor een video die gewoon lekker leuk. Weet je, zo lekker leuk. Heeft u ook wel eens behoefte aan lekker leuk? Ja, ik heb behoefte aan lekker leuk. Dan hebben wij nu lekker leuk. Wow, lekker leuk. Luister naar deze tevreden klanten die gebruik maakten van lekker leuke content. Ik heb voor het eerst vorige week een lekker leuke video van Calvin gekeken. Sindsdien is mijn leven ongelooflijk leuk. Lekker leuk. Comedy. We gaan vandaag babyfoto's van YouTubers raden. En ik zal jullie even het concept uitleggen. Ik heb jarenlang nagedacht over dit format. En hij is eindelijk rond. Ik zal het even kort uitleggen. Nou, je ziet zeg maar een foto van een baby. En er zijn 2 YouTubers gemorfd in die baby. Oké, we gaan beginnen. Feest. Dit is ik vind het nu al top. Ik vind dit nu al. Oh my god, this cute ass motherfucking babies. Dit is Thomas van StukTV, denk ik. En nog iemand. Als Thomas met beautiness een kind zou krijgen, dan zou die er zo uitzien. We gaan even kijken of het klopt. Oh, bijna. I was so close. I was very close to the solution of life. Het was Thomas, maar Anna. Anne, het spijt me dat ik je mond en je neus niet herkende. Ik heb ook nog nooit echt je mond en je neus van heel dichtbij bestudeerd. Misschien moet ik dat eens een keer doen binnenkort. What? Bro, what are you talking about, man? Dit is. Dit is top. Wauw, dit is fantastisch, jongen. Ik weet dit. Ja, ik weet hem. Ik weet dit. Ik denk dat dit Dylan en Dionne zijn. Als Dylan en Dionne een kind zouden krijgen, dan zouden ze er zo uitzien. Laten we even snel kijken. Ja hoor. Hey. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele. Zo, dat was even een lekker Katrien liedje, man. Oh, genieten. Dit is ook een interessante. Hé, waarom heeft deze baby een baard? Babies don't have beards, man. Ik ga even kijken. Dit zijn de ogen van Enzo, denk ik. Dit zijn 2 mannen, denk ik dan. Kan dat ook? Ja, dat kan ook. Nou. Kelvin, het is anatomisch en biologisch onmogelijk voor 2 mannen om een kind te baren die op hun lijkt. Ja, oké. Wacht maar tot we in 2135 leven en je terugkijkt naar deze video en denkt, haha, toen konden mannen nog geen baby krijgen. Nu wel, want science. Enzo en QC.
Het leuke aan deze challenges is dat jij gezellig thuis mee kan doen. Dus jij kan lekker achter je computertje, achter je telefoontje, zelf meedenken over deze challenge. Is dat niet leuk? Ja, nou Kelvin, dat vind ik nou echt leuk. Dat is echt leuk hoor. Ja, ja, dat vind ik echt leuk. Leuk gedaan, echt leuk. Dit is... Ja, ja. Wacht, die mond. Die mond herken ik ergens van. Ja, het klinkt zo raar, maar deze mond herken ik. Dit is de mond van... Dit zijn sowieso de ogen van Monica. Dat is één ding wat zeker is. Because I recognize some beautiful eyes if I see them, you know what I mean? En Marije! Ja! Ik kreeg... Oh shit! Was ik maar eens een keer fanatiek bij dingen waar ik gewoon iets kon winnen. Hier win ik niks mee en ik ben tamtoe fanatiek, papi! Dit is de mond van Marije. Het is fucking creepy dat ik dit... Het is fucking creepy dat ik dit weet ook. Best wel een beetje weird dat ik dit weet. Maar... Lang verhaal kort, Monica en Marije deelden het bed en produceerden dit kindje. Het klopt! Ah, ah. Oeh, baby, I love you, way. Hé, wat broer, ik zei nog een beetje chicks. Maar je weet toch, ik ging van niks naar kliks. Koop mijn boek op kalfijn.nl. We gaan door! What the fuck? Dit is een baby. Dit is trouwens wel weer goed gedaan hoor. Shout out naar Thijs, you the man. Thijs, you a fucking legend. You can do this like a motherfucking boss. Ah, deze. Ik heb geen idee bij deze. Ik denk Giel van Stukjeje. Ik weet het niet. Serieus geen idee. Hé, what the fuck? Van wie is deze bakkes? Maar je weet hoe het gaat. Kijk, ik leg me er niet bij neer. Ik gok gewoon sowieso iets. En ik gok bij deze. Een combinatie van Giel en Jill. I don't fucking know, dude. Ik heb het fout. Ik was het. Ben ik dit? Zijn het mijn ogen? Zijn het mijn ogen? Nou, ik geloof er gereed van. Dit ben ik niet. Dit ben ik niet. Eén ding is zeker. Masha en ik moeten geen kinderen krijgen. Want die worden tamtoe lelijk. Dit is... Beetje weird. Dit vind ik een beetje een weirde baby. Wie de fuck is dit? Van wie zijn deze ogen? Ik heb er geen flauw idee, joh. Jullie zitten waarschijnlijk nu achter je fucking beeldschermpje te denken. Oh ja, nee, dit is gewoon Hans met Marieke. Maar ik... I don't fucking know. Dit is Dylan Pace met Mark Hoeks. Met? Oh! Tuurlijk de... Nou, dit vind ik zo raar. Als je die ogen op Mert ziet, dan denk je, oh ja, logisch. En dan zie je ze op die baby en dan denk je, what the fuck? Dit herken ik helemaal niet. En Ties. Mert en Ties. Kom op, Kelvin. Kom op, Calvin. Let's go. Je moet even, kom op. Even focus, papi. Dit is, ja, dit vind ik apart. Ik weet het ook niet. Ik ga gokken op Milan. Milan Knol. De ogen van Milan en de bakkes van... Ik kijk echt naar mijn scherm als zo'n oude oma die naar een telefoon kijkt. Echt zo, Nee, ik weet het niet. Nee, ik heb geen idee, hoor. Ik heb geen idee. Ik denk serieus dat het Milans ogen zijn. En de mond van... Jami? Nee. Maar ik herkende... Nee, maar de mond... Nee, jullie herkenden never wat die mond was. Echt serieus. Als jij wist dat deze mond bij Femke Louise hoorde... Zet het in de comments. Serieus. Ik geloof er namelijk geen reet van. Maar dan weet ik wel dat je een leugenaar bent. Want niemand heeft het kunnen weten. De ogen had ik dan goed. Want dat was Milan. Ik herken zijn ogen op een of andere manier. Ik snap niet precies waarom, maar... Wat is dit voor baby? Deze baby heeft tam te veel haar. Of ligt dat aan mij? Fucking hell. Yeah. Ik weet... Dit is veel te goed gedaan. Ik moet minder goede mensen vragen om zulke soort photoshops te maken. Want dit is veel te goed. Ik weet gewoon, ik heb geen idee. Het is ook gewoon te realistisch. Het zou gewoon een baby van twee mensen kunnen zijn. Ja. Ah! Hi, mijn naam is Kelvin. Ik ben 22 jaar en ik heb een probleem. Ik ben, zeg maar, tamtoe slecht in mijn eigen quizjes. Help, stort op girokutquiz.nl. Who are these people? Ik herken de neus en de mond. Dit is de neus van Peter. Volgens mij is dit de neus van Peter. Oké, okay, is goed. Duidelijk. Als Peter een kind zou krijgen met Hanwee. Jeremy. Bijna goed. Hé, maar Peter had ik wel goed. Ik begon deze quiz een paar keer goed. Ik dacht, nou, I got this. This is my day. This is my vibe. This is how I live my life. Maar uiteindelijk heb ik verneuk het gewoon wederom. Oké, deze weet ik, denk ik. Rutger Fink. Dit zijn de oogjes van Rutger, jazeker. En de mond van... Van wie is deze mond? Deze mond heeft een lekker mooi pikkeltje. Sophie. Is dit de mond van Sophie? Zijn dit Rutger en Sophie die samen een kindje hebben gemaakt? Ja! Hey, what's good, motherfuckers? Yeah! Hey. Ik ben nu al miljonair. Wow, daarna is het nog populair. Ja, 3 of 4 of 5 keer. Ja, 500 cars, ja. Dit heb ik, hier ben ik, hier mag ik ook eens een keer trots zijn op mezelf, mensen? Laat me lekker trots zijn op mezelf, man. Verdomme, man. Amen. Wat is dit voor
goblin! Wat is dit voor mormel? Het spijt me. Maar ik heb geleerd dat als iemands kind lelijk is, dat je dat gewoon moet zeggen. Dus bij deze, dit is een lelijk kind. En ik weet ook van wie die is. Dit is een kind van Gio met Armo, denk ik. Ik denk dat dit Gio en Armo zijn. Ik ga hem even kijken. Ah, fuck! Ah, kak! Nessim! Gio en Nessim! Ik ga jullie één ding vertellen. Blijf bij elkaar uit de buurt, oké? Okay? Ontwikkel geen gevoelens voor elkaar, want dat is desastreus voor deze samenleving. Doe het niet. Daar doe je ons allemaal een gunst mee. Daar maak je ons allemaal gelukkig mee. Op zulke momenten besef je gewoon dat het goed is dat heel veel YouTubers nog niet toe zijn aan kinderen. Want ik weet niet of de wereld daar beter van gaat. Loortje leeft nog. Ah, oh, kijk hoe cute je bent. Loortje is net wakker. Je kan met mij de wereld overreizen als je mijn boek koopt. Dat kan op calvijn.nl en ook in alle Bruna's. Dat is leuk. Abonneer even op mijn kanaal. Volg me op Instagram. Join the Calvin. En dan zie ik jullie de volgende keer. Love you. Bye.